André Hazes Jr. zet daadwerkelijk stappen in de juridische strijd tegen zijn moeder, Rachel Hazes, zoals eerder werd bericht door Yvonne Koldeweyer, die zichzelf een ware hazeloog noemt. De bekende zanger heeft namelijk met een handtekening de verjaringstermijn weten te stuiten, waardoor hij de mogelijkheid behoudt om in de toekomst nog juridische stappen te ondernemen. Koldeweyer is er stellig van overtuigd dat Rachel Hazes haar zo nu onder druk zet door te eisen dat hij stopt met het gebruik van de artiestenaam André Hazes, zonder de toevoeging Jr. Volgens Kolderweijer is deze eisen wraakactie, omdat André zich inmiddels zou hebben aangesloten bij de erfeniszaak die zijn zus Roxanne tegen hun moeder heeft aangespannen. Voor Rachel is de erfenis van haar overleden echtgenoot, de legendarische zanger André Hazes, van groot belang, aangezien het geld en de rechten op zijn naam haar leven grotendeels beheersen. Totdat Roxanne erin slaagt om haar deel van de erfenis juridisch op te eisen, heeft Rachel nog steeds de controle over de merknaam André Hazes. En die gebruikt ze nu als een soort machtsmiddel tegen haar eigen zoon. Het lijkt erop dat ze bereid is ver te gaan om de controle te behouden. Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story en een goede vriend van Rachel, beweerde onlangs in het programma Show News dat er niets waar is van de geruchten over de kwestie rondom de artiestenaam van André. Volgens hem is dit puur speculatie, maar Koldeweijer betitelt hem als een aarslikker van Rachel en blijft erbij dat André zich wel degelijk heeft aangesloten bij de juridische strijd van zijn zus. Koldewijer stelt dat Rachel vijf weken geleden officieel op de hoogte is gebracht van deze stap door André, iets wat Guido ontkent in opdracht van Rachel te hebben geroepen. Volgens Guido is de informatie die hij deelde puur gebaseerd op wat hem door het kamp van André Hazes junior is verteld. Tijdens een recent segment van Show News gaf Bart Ettenkoven een verdere toelichting op de verwarring rondom de zaak. Hij legde uit dat er sprake was van een misverstand. Het management van André had bevestigd dat hij zich niet bij de zaak van zijn zus had gevoegd. Maar deze informatie bleek deels onvolledig. De reden daarvoor is dat de daadwerkelijke juridische procedure rondom de erfenis nog niet van start is gegaan, waardoor André zich formeel nog niet kon aansluiten. Wat echter wel al is gebeurd, is dat André, samen met zijn zus Roxane, de verjaringstermijn van de erfenis heeft gestuit. Dit is een cruciale stap, aangezien de wet voorschrijft dat na een periode van 20 jaar er geen aanspraak meer kan worden gemaakt op een erfenis, zelfs niet als de verdeling daarvan onrechtvaardig zou zijn geweest. De sterfdatum van hun vader, André Hazes, viel op 23 september, 20 jaar geleden. Om te voorkomen dat hun recht op een juridische procedure zou vervallen, moesten zowel André als Roxane voor die datum actie ondernemen. Dit hebben ze gedaan door formeel bezwaar te maken, een handeling die juridisch bekend staat als het stuiten van de verjaringstermijn. Volgens Bart heeft André inderdaad zijn handtekening onder deze actie gezet, iets waar Rachel nu kennelijk op reageert door de kwestie rondom de artiestenaam op te blazen. Wat betreft de motivatie van Rachel voor haar eisen rond de artiestennaam, speculeert Bart dat zij mogelijke gebeurtenissen uit het verleden als excuus zal aandragen. Hij stelt dat Rachel zou kunnen verwijzen naar een incident waarbij André haar tijdens een optreden, ogenschijnlijk als grap, een beledigend woord zou hebben genoemd. Dit zou haar naar eigen zeggen aan het denken hebben gezet, waardoor ze nu van mening is dat hij de naam André Hazes niet waardig is. Echter, velen zullen dit zien als een afleidingsmanoeuvre om de ware reden de erfeniszaak te verhullen.